Ik ben Simone Kleinsma en ik speel in de voorstelling Wasgetekend Annie M. G. Schmid. Annie M. G. Schmid. Een hele bijzondere vrouw. Ze is natuurlijk bekend van al haar werk. Ze was een van de populairste schrijvers van de vorige eeuw. Ook een vrouw die dingen riep die een beetje stout waren. En ze was haar tijd ook ver vooruit. Maar met name ook in de versjes. En doe nooit wat je moeder zegt, dan komt het allemaal terecht. Nou, dat is al Annie ten voeten uit natuurlijk. Een lieve vrouw, een leuke vrouw, een geestige vrouw, maar ook een grillige vrouw. Het kon ook heel lelijk zijn. Ja, en dat zijn dan toch de leuke rollen die je mag spelen. Toen ik gevraagd werd voor deze rol was ik natuurlijk meteen zo enthousiast, want ik ben zo gek op haar werk. Ja, ik was meteen zeer vereerd, met name ook zeer vereerd dat ik haar mocht gaan spelen. Ik vind het ook een beetje eng, omdat iedereen Annie M. G. Schmid kent op de een of andere manier. We moesten het echt creëren, dus ik moest het ook echt hebben uit van het boek van Aniette van der Zijl. Ik heb veel gekletst met Paul Enens, onze regisseur. Ik heb veel gekeken naar interviews die zij heeft gegeven op latere leeftijd. Ik heb veel naar haar fysiek gekeken, hoe ze bewoog, hoe ze keek, hoe ze heeft een bepaalde beweging met haar vinger langs haar lip. Maar ik kan haar niet imiteren, want zij sprak heel anders en we vertellen haar verhaal. Zelf ben ik best wel opgegroeid met de boekjes die er toen waren. De boekjes, de liedjes. Ik heb nog steeds een boek, Het Beest met de Achternaam. Dat is een soort verzamelwerk waar heel veel verhalen van haar in staan. Dat was een kinderboek. Ja, daar werd ik ook uit voorgelezen. Ja, Zuster Nee, Zuster natuurlijk heb ik ook gezien. Ja, alles wat daarna kwam ook, ja. Het is niet het eerste keer dat ik het repertoire van Annie zing. Ik heb haar liedjes gezongen zoals ze geschreven zijn. Maar in deze voorstelling vertellen haar liedjes eigenlijk haar leven. Dus al die liedjes die op een andere manier geschreven zijn, staan nu in een andere context, staan in de context van haar eigen levensverhaal. Bijvoorbeeld, Vluchten kan niet meer. Werd ooit gezongen door Frans Halsema en Jenny Arian. Twee jonge mensen die verliefd op elkaar waren en wilden vluchten. Wij zingen Vluchten kan niet meer op het moment dat Annie en Dick elkaar ontmoeten. Ze worden op slag verliefd op elkaar en de interpretatie is dan we kunnen niet meer zonder elkaar. En dan is Vluchten kan niet meer heel anders dan wanneer je echt wilt vluchten. En zo hebben al die nummers die in deze voorstelling zitten een andere context. Het is een pittige voorstelling. William en ik staan toch wel 3 uur op het toneel, gaan bijna niet af. Annie schuifelt op en schuifelt af en gaat dus in een stoel zitten. Dus fysiek is deze voorstelling niet zo zwaar. Annie heeft natuurlijk een zeer charmant kostuumpje aan. Dat is een camelachtige broek. Een blouseje met een leuk bloemendessin, een paars jasje erop. En dan, laten we niet vergeten, de schoenen. En dan als laatste zet ik mijn bril op en dan ben ik het gewoon. Ik ben hem wel eens vergeten op te zetten. En toen liep ik op zonder bril. En toen dacht ik, oh jee, ik mis iets. Ik mis mijn snor, bij wijze van spreken. Nee, het was de bril. Toen ben ik heel langzaam weer afgelopen en heb de bril weer opgezet. Met deze cast heb ik... We hebben zoveel mazzel gehad weer. Het is toch elke keer weer een wonder dat je mensen bij elkaar zet voor een productie. En dat dat een chemie oplevert. En dat is met deze cast zo goed gelukt. We gaan zo fijn met elkaar om en iedereen is zo begaan met deze voorstelling, houdt van deze voorstelling. Ik vind het een feestje om te doen. Ik vind het nog steeds na 260 keer of zo, is het nog steeds ontzettend leuk om te doen en om in de huid te kruipen van Annie. Wat ik heerlijk vind is dat we hier in de Lamar staan. Annie en Amsterdam waren één. Dus ik ben zo blij dat we Annie nog de komende maanden hier mogen spelen. Het is onze huiskamer geworden. Het is Annie de huiskamer geworden. En daar verheug ik me op de komende maanden nog haar jasje aan te mogen trekken.